zegt dus ook een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is op die klok 9:15. Ik rij even naar mijn pc toe. 9:45. Hij is dus gelijk. Oké. En het is de 22e mei. Ja, vanmiddag komt mijn schoon en mijn schoonzoon. En straks om 22:00, dan moet Rebecca voor mijn deur staan. Ja. Ik ben met koffie bezig, ik heb mijn schort aan omdat ik ook aan het werk moet. Ik heb mijn nieuwe jurk aan, dus ja, ik wil je toch een beetje schoon en netjes houden. Maar ik wens jullie eerst allemaal een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, komt helemaal goed. Ja, dat ik heb gisteren niks in elkaar gezet, dat staat allemaal hier ook nog op. Dus dat wordt vandaag of morgen eventjes cabriolen uithalen, om het uit elkaar te halen weer. Maar dat boeit me niet, nu. Dat komt allemaal goed. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Het is een prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt en er is wel wat bewolking, maar ja, hoe je dat noemt, sluipbewolking, weet ik veel. Hier en daar zie ik wel wolken, maar oké, maakt niet uit, nee. Gewoon doorgaan met die banaan en geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Weer even. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. Mijn huis is weer schoon. Ik heb broodjes in de koelkast klaarstaan. Mooi toegedekt met aluminiumfolie. En dat voor mij in 2 zakjes, want ik heb er geen boter op. En ik hoef er maar 2, ik ben geen grote eter. Ik had soep klaargemaakt, hè. Wel, je ziet hoe dik. Kijk, lekker dik. Dus daar kan water bij. En het komt wel goed straks. Oh, ligt dat er alweer af. Dat is niet leuk. Oh. Kijk, ik bewaar die dingetjes allemaal. En waarom? Als er eens een keer eentje jarig is. Dan pak je het in en dan kan je het er alsnog leuk versieren met die lintjes. Ja, hoef je het niet te kopen. Ik bewaar het altijd van de bloemen. Maar ja, oké, mijn huis is dus schoon. Mijn hondje die ligt lekker op de bank. Hè? Ja nou? Ja. Maar denk ook, bekijk het even. Ja, nou, de spulletjes op de grond en de kattenspulletjes op de grond, dat moet kunnen hoor. Het is toch maar mijn zoon en niet de koning of de koningin of wie dan ook. Daarom. Dus ja, ik ben weer blij dat het weer netjes opgeruimd is. En ik heb mijn roosjes die ik van mijn broer heb gehad. Ja, die zijn zo zielig al. En die ik zondag pas gehad. Dus ja, zo oud zijn ze niet meer. Ze hangen helemaal al. Ja. Oh, ik vind het zo zonde. Zonde van het geld. Wel lief allemaal, maar ik vind ze zonde. Ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Maar oké, ik ga eventjes wat voor mezelf doen, want ik ben dus ook druk bezig geweest. En ik ga nou ook even iets voor mezelf doen. Ja, ik heb hetgene van gisteren heb ik al afgehaald, maar ik ben gisteren wat vergeten. En dat doe ik vanavond, ja. Dus dat komt er dan nog bij. En ja, dan deze vlog nog. Dus dat komt apart weer natuurlijk. Want dat zal wel misschien langer worden, want mijn zoon die vlogt ook. Dus vanmiddag zullen we vloggen. Ik mijn schoonzoon wilde niet op. Nou ja, het die pech. Komt hij er toch niet op? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet lekker van het weer. Ik doe dat ook met de deur open. Simpel. En ik ga even lekker voor mijn pc hangen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Mijn zoon en mijn schoonzoon die zijn al een aardig eindje uit de buurt alweer richting huis. Ze waren eventjes na 2 hier. Maar ze zijn ook alweer, ze zijn niet al te lang gebleven. Omdat hun ook 2 honden hebben en die zaten alleen nog thuis. En ze hebben ook nog katten, ja, dus... In een warm huis is dat niet lekker en ze moest ook een boodschappen doen, want hun koelkast was leeg. Maar het was wel super gezellig en ja,
Ik hoop dat ze snel weer eens een keertje komen. Want we kunnen beter hier komen. Dat ik die kant op. Ja. Nu ga ik even een toertje doen. En ik neem jullie even mee. Neem ook deze camera mee. Maar ook de GoPro neem ik mee. Ik ga eventjes kijken bij een nest met waterhoentjes, wetterhoentjes, riethaantjes. Weet ik veel hoe die beesten heten. Waar ik de vorige keer met Chrisje was. Ze hadden toen een nest met eieren in het water leggen. Ik ga daar even kijken. Kijken of er al wat uit is en of ze er nog zijn. Dus eens even spotten. Dus ik zou zeggen, tot strakjes! Thank you.
dat is dan het nest. En ze zijn even op de vlucht voor ons. Maar ze staan erop en ik zag ze duidelijk. Dus ja, het komt goed. Echt geweldig. En ze zitten hier verscholen. Onder die plant daar. Die boom bedoel ik. Daar zitten ze. Ga ik maar eigenlijk weer achteruit terugwerken. Ik moet ook denken dat ik niet val. Telefoon ook nog eens een keer. Thank you.
Ja, lieve vrienden, we zijn dus vandaag druk geweest. Ja. Ten eerste vanochtend Rebecca, de huishoudelijke zorg is geweest. Vanmiddag mijn zoon en mijn schoonzoon, hartstikke gezellig. Daarna zijn wij even met de co-pro weg geweest. Ik en jullie. Ja, jullie en ik. En ja, zoals jullie kunnen zien, 5 eitjes lagen er op het nestje en er zijn er nog maar 2 levend. Helaas, de anderen mochten het niet overleven. Maar in ieder geval, al met al hebben we een hele geslaagde dag gehad. En het was gezellig en ik ben blij dat ik mijn zoon weer mocht knuffelen en mijn schoonzoon. Echt, het was super. En ik zou zeggen, voor nu is het genoeg geweest. We gaan slapen. Het is 2:05, midden in de nacht dus. En morgen weer betijds eraf, dus ja, ik stop me mee en ik zou zeggen tot aan de andere kant van de nacht. Wel rust dan allemaal, doei doei!